Dankjewel, mama. Je kan vanavond vooralsnog broccoli taart eten. Echt super chill. Ja. Ik ga nu eventjes verder mijn boodschapje opruimen. En dan zien we wel verder. Ik heb ook een beetje mijn voorraad aangevuld. Eigenlijk mijn moeder heeft het gehaald. Dus ik heb ook gewoon jam, mosterd, vega mayo. Of hoe noem je dat? Plantaardige mayo, ketchup, weet je wel, dat soort dingen. Ik moest allemaal melk hebben. Dus ja, ik ben best wel blij dat ik dit nu lekker heb. Deze zijn ook super lekker trouwens. Deze hebben ze per ongeluk vegan gemaakt. Dus ik weet niet voor jullie veganisten onder ons. Rude, naar beneden. Deze zijn veganistisch. Dus eet het. Lekker. Ja, wat heb ik nog meer? Ik ga wraps eten. Bananen. Ik heb appels. Dit is mijn favoriete chips. Zo lekker. Tomaatjes, komkommer heb ik. Ik heb bakpapier. Want ik ga morgenochtend lekker een soort van ontbijtcake maken of zo. Dat heeft Mariska, een vriendinnetje van mij, doorgestuurd. Dat ga ik morgen proberen. Ja, eierkoeken, hè? Dat vind jij lekker. Maar goed, dit ga ik nu eventjes in de voorraadkast allemaal zetten. Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Ja, ik zit nog steeds in quarantaine en het is vandaag dus zaterdag. Ik moet nog even een paar dagjes binnen blijven. Ook al heb ik eigenlijk helemaal nergens meer last van nu. Beetje dubbel, maar ik snap het ook wel hoor. Mijn vader is zojuist geweest, zoals jullie net zagen. Die heeft boodschappen gebracht. Twee nieuwe gasflessen gehaald en wat pakketjes afgeleverd die ik had besteld. Dus die wilde ik even met jullie samen openmaken. Ik dacht, dat is wel leuk. Dan kun je ook eens een keer zien wat ik bestel en waarom. Ja, we gaan er gewoon in. Het zijn drie pakketten. Eén groot pakket. Die is voor mijn katten. Ik kan hem niet optillen, want hij is zo ontzettend zwaar. Dat is niet te doen. Ik heb zacht voor ze besteld. Normaal gesproken kocht ik altijd Edgar Cooper voor hun. Dat schijnt een van de beste zachtvoermerken te zijn. Maar dat is wel echt 1 euro per stuk voor een heel klein bakje. En op een gegeven moment merkte ik wel van ja, dit is niet echt fijn voor mijn portemonnee. Ik ga kijken of er een andere mogelijkheid is. Mijn katten zijn onwijs druk. Dus die heb ik gevonden dankzij mijn schoonzus. Dankjewel schoonzus. Maar het is een enorme doos. En het viel best wel mee wat ik ervoor betaald had. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij. Er zitten van dit soort doosjes zitten er 8 in. En in die doosjes zitten er... Weet ik eigenlijk niet zoveel. Oh, hier kan ik echt lang mee doen. Dit is het. Ja, ik ga het gewoon proberen. Kijken of ze het lekker vinden. Ja, ik ga het zo meteen maar gewoon geven. En het fijne daaraan is dat ik met 1 zo'n pakje kan ik dus een dag doen, denk ik. Ja, ik denk een dag. En ik heb er volgens mij geen idee hoeveel. Ik heb er heel veel. Dus ik ga dit proberen en kijken of ze dit lekker vinden. Het tweede wat ik heb besteld is bij de Douglas. Dat was voor mijn huid. Ik ben heel veel bezig met skincare, want ik heb een aantal jaren geleden echt hele erge acne gehad. En gelukkig weet mijn broer er heel veel van af, dus die heeft me erbij geholpen. Ja, en er waren 2 dingen op, dus dat moest ik hebben. Nou, het was bijna op. Ik snap nooit waarom het in zo'n grote doos moet zitten als het letterlijk 2 kleine doosjes zijn. Maar goed, ik heb van The Ordinary, daar ben ik echt heel erg blij mee altijd. Ordinary heb ik vitamine C druppels, vitamine C druppels. Dat is tegen, of tenminste dat is voor hydratatie, extra hydratatie. Hou eens op. Met alle spelen natuurlijk, dat is allemaal leuk.
voor hydratatie, et cetera. Maar ook om pigmentvlekjes te verminderen in je gezicht. En retinol, dat is eigenlijk een soort van anti-aging. Als ik het goed zeg. Sorry, boor, als ik het niet goed zeg. Maar ja, je moet gewoon met anti-aging beginnen vanaf je 25ste, liever nog vroeger. En gelukkig ben ik er op tijd mee begonnen. Dus ik doe het nu netjes elke dag op mijn gezicht. Dus deze twee heb ik nu gekocht van The Ordinary. Goed uitzoeken voor je huid. Iedereen heeft een andere huid. Dus omdat ik dit nu heb, moet jij het nu niet kopen, zeg maar. Zoek het even goed uit. We gaan nu alweer naar het laatste pakketje. En dat is een tweedehands trui. Waar is mijn lijstje? Daar. Die heb ik gekocht bij Modejacht. Zal het hier eventjes neerzetten. Modejacht is een tweedehands winkel in Leiden. Waar ik altijd naartoe ging om mijn kleding te halen. Helaas kan ik daar niet meer naartoe. Maar ze sturen dus ook dingen op. Super blij mee. Dus ik heb een trui besteld. Maar dat betekent dus wel dat ik een trui weg moet doen. Dat is dus mijn nieuwe voornemen. Als ik een trui koop of als ik een broek koop. Dan moet ik weer een trui weg doen of moet ik een broek weg doen. Maar dat komt best wel goed uit, want ik wilde sowieso mijn trui uitzoeken. Dus. Oh, it's pretty. Jullie willen niet weten wat hierna is gebeurd. Wacht. Ja, dat is jouw eten. Wow. Oké. Hij is heel mooi. Kijk hoe pretty. Ik ben alleen een beetje bang dat die mouwen een beetje kort zijn. Dus ik ga hem zo meteen even proberen om te kijken of die wel echt goed zit. Oké, ik ga mijn katten uit de doos vissen. En ik ga hun zacht voer geven, want dat hebben ze dus vanochtend nog niet gehad. Dus misschien dat ze daarom zo opstandig zijn. En verder ga ik dus eventjes mijn voorraadkast uitmesten, schoonmaken en dan weer in... de spullen erin zetten. Haha, ik kan maar even nieuw. Dus dat ga ik eventjes doen. En verder, ja, ik moet eventjes iets voor mijn financiën doen. Want ik ga morgen met mijn broer budgetteren. Dus ik heb genoeg te doen vandaag. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even te kijken wat ik had besteld. En ik ga gewoon even lekker aan de slag. Oké, dit is waar ik momenteel in zit. Oh my god, ja, ik heb echt genoeg te doen vandaag. Maar ik ga dus even kijken of zij het zacht voer lekker vinden. Dus ik ga je even meenemen. Het is dus een soort van, ik vind het zo vies. Ik ben zelf natuurlijk vegetariër al 5 jaar of zo. Dus ik vind het zo vies om elke ochtend en avond dit zacht voer aan ze te geven. Maar het is onwijs goed voor katten natuurlijk. Ik ga ze echt absoluut niet veganistisch... eten geven, want dat hoort gewoon niet bij katten of honden, vind ik persoonlijk. Dus ik ga soms altijd een beetje over mijn nek als ik dit in een bakje moet doen. Maar goed, we gaan even kijken wat ze ervan vinden. Oké. Ik hoop echt zo erg dat ze dit lekker vinden, want ik heb echt zoveel besteld en ja. Even kijken. Ik hoop ook dat het een beetje normaal ruikt. Oh, ze staan al hieronder, dus dat is top. Ik hoop dat het ook een beetje normaal ruikt. Oké, hoe kan ik dit best openmaken? Oh, het ruikt best oké. Het ruikt een beetje naar... smack. Jezus, ik krijg het niet open. Ah, got it. Ik zal het alleen niet aanraken. Oh. Oké, het is voor hen. Oh, ik hoop echt. Ik zweer het je. Als jullie dit niet lekker vinden, doen jullie wat. Doe niet. Oh. Godverdomme. Dit is echt een... Oké, ze vinden het heel lekker. Oh, want ze hangen in mijn benen. Even een beetje... Nee, hup. Naar beneden. Oh, ik doe echt mijn best om niet over mijn nek te gaan. Nou ja, ik weet niet of jullie vast wel veganisten en vegetariërs hier zijn. Dus dit is waar ik naar kijk nu. Maar ze hangen wel mijn been. Dus ik denk dat ze het lekker vinden. Lekker voor hen. Oké. Here we go. Ze worden helemaal wild. Oké.
volgens mij is het een succes. En ik ben heel blij hiermee, want die hele doos zit vol. So, if they are happy, I am happy too. Nou, Uri, laat je bakje maar zien. Hij is helemaal op, hè. Gewoon helemaal schoongelikt. Hij kan gewoon de kast in. Ja, was het lekker? Goedgekeurd, hè? Nou, top. Helemaal blij. Misschien had ik eerst eventjes de knoopjes open moeten. Oh my god. Of kan dat niet? Jawel, toch? Jawel. I like. Ja, natuurlijk heel leuk. Ja, ik vind dit heel cute. Dichtbij. Ik zit dus nu een beetje te twijfelen, want dit blik is zeg maar voor broekjes. Broekjes staan altijd voor hun klaar. En zacht voor is zeg maar hun ochtend- en avondmaaltje. Maar ik zit dus een beetje te twijfelen of ik dat blik ergens anders zet, zodat ik al het zacht voor daar neer kan zetten. Ik ga even kijken of ik een plek heb voor dat blik. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb lekker ontbeten. Ik heb al een paar spulletjes schoongemaakt, opgeruimd. En ik ga nu eventjes iets voorbereiden voor mijn afspraak met mijn broer. We gaan zo meteen vanmiddag presenteren. Dus daar moet ik even het een en het ander voor op papier zetten. Dus dat ga ik nu ook even doen. En ik ga even lekker een matcha latte maken weer. Ja, verder heb ik niet echt heel veel op de planning staan. Ik wilde mijn trui nog even uit gaan zoeken vandaag. Ik wil een beetje mijn ritme terugkrijgen. Dus ik ga vanavond lekker vroeg naar bed ook. Morgen ook even alvast een wekker zetten. Want ik hoop dat ik dinsdag kan werken. En dat ik niet opeens vannacht weer ziek word of zo. Oh, dat zou echt de hel zijn gewoon. Ja, dus verder vandaag. Waarschijnlijk ga ik wel weer iets schoonmaken. Opruimen of whatever. Ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Ik ga nu in ieder geval eventjes die voorbereiding doen voor het budgetteren. Oké, ik ga mijn kleding uitzoeken. Of nou ja, mijn truien in ieder geval. Ik heb eigenlijk, ik denk 60% van mijn kledingkast bestaat op dit moment uit mijn truien. Ik heb niet zo'n hele grote kledingkast, dus het valt best wel mee. Maar ik ga wel al mijn truien op de eettafel leggen. Want ik wil zien hoeveel ik heb. Dat werkt bij mij altijd heel goed. In mijn vorige huizen haalde ik altijd mijn hele kledingkast leeg. Legde ik alles op mijn bed. En dat was altijd zo'n besefmoment van, jeetje, dat is echt heel erg veel. Dat is trouwens ook vanuit de Marie Kondo theorie is dat, heb ik dat gebruikt. Dus dat ga ik nu ook doen, maar dan met mijn truien.
Ja, en dan ga ik kijken welke ik wil houden en welke ik wil verkopen. Want ik ga dus waarschijnlijk een Vinted-account aanmaken om de trui te verkopen. Omdat ik denk dat mijn trui nog wel waard zijn in plaats van dat ik het weggeef of weggooi. Dat doe je tegenwoordig eigenlijk niet meer. Anders doneer ik ze uiteraard. Dus ik ga nu even alle truien pakken. Ja, je ziet, zag net hoeveel het was. Dit kan echt niet. En de reden waarom ik dit doe, wacht, ik ga even een krukje pakken, want dan kan ik beter praten. Oké, beter. De reden waarom ik dit dus doe, is sowieso omdat ik weet hoeveel trui ik heb. En ik weet hoeveel trui ik niet draag. Maar daarbij heb ik dus net ongeveer 1,5 uur met mijn broer zitten budgetteren. En ben ik erachter gekomen dat ik waarschijnlijk, of nou ja, als ik nu zo door blijf gaan, ik eind volgend jaar mijn rijbewijs en bus kan hebben. Dat heeft mij heel erg gemotiveerd, kan ik je vertellen. Ik ben ook echt in een hele chille vibe nu. Ik ben echt excited. En ik hoop ook gewoon echt dat ik dit ga volhouden. En ik heb zoiets van, ja, dan ga ik ook gewoon dingen wegdoen en het liefst verkopen, waarmee ik dus nog sneller tot mijn doel kan komen. Maar daarbij is dit gewoon veel te veel. Dit past nooit allemaal in mijn bus, jongens. Dit past niet in mijn bus. Dit past niet. Maar ja, dit past gewoon niet. Daar komt het op neer. En ik zie ook gewoon al truien die ik eigenlijk geen eens of één keer aan heb gehad. Of dat ik denk, oh ja, 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 leuk als ik hem aandoe. En dan denk ik, oh ja, leuk, ja, die ga ik aandoen. Doe ik helemaal niet aan. Dus, ik ga dit uitzoeken. En de rest ga ik op Vinted zetten, denk ik. Dus, let's start. 24 truien. Oké, zoals jullie zagen, het ligt nu op de grond. Maar het zijn dus 24 truien. Dat is echt te veel. En het grappige is, dat ik ook heel veel truien in beige kleur heb. En dan zit ik nu al te kijken van, oh ja, maar die zit lekker en die zit ook lekker. En dat gaan we niet doen. Bijvoorbeeld dit ook. Dit vind ik dus nog het lastigste. Kijk, allebei even pakken. Deze heb ik dus van een vriendinnetje gekregen. Die wil ik niet wegdoen. En deze heb ik van mijn broer gekregen. Die wil ik ook niet wegdoen. Ik ben zeg maar het meest gehecht aan dingen die ik van vrienden heb gekregen of mijn broer dus. Dus dat is in ieder geval mijn prioriteit dat ik die hou. Ik heb ook 3 vanlife truien. Deze is van Eamon & Beck. Hier moet je echt gaan kijken. Hun kanaal is echt de shit. Dat is echt gewoon goals voor mij. Dus die trui wil ik ook houden. Dit soort dingen, dit gaat gewoon weg. Weet je wel, denk ik, ja. Het is zo saai, dat ben ik niet. Dus ja, ik heb in ieder geval wel een beetje voor ogen hoe ik het ga doen. Maar ja, dus die truien die ik dan heb gekregen, dat vind ik dan zo moeilijk. Maar ja, ik doe mijn best. Dus we gaan gewoon beginnen. Oké, ik ben klaar. Dit is wat ik hou. Ik ga eventjes deze allebei aantrekken. Misschien dat ik er dan uit kom. En anders ga ik het even volgende week aan mijn moeder en schoonzus vragen. Wat hun adviseren. Het kan nog minder, I know. Maar stap voor stap, hè, jongens. Het hoeft nooit in één keer. En dat gaat er weg. Dus best wel goed gedaan. Al zeg ik het zelf. En die ga ik even proberen te fixen. Want die is echt weer gaan pielen. Ik weet niet hoe dat heet. Hoe noem je dat ook weer? Nou, whatever. Je snapt wel wat ik bedoel. It's you. I don't understand, man. What's going on? Oké, zoals jullie zagen, heb ik alle truien uitgezocht. Ik ga ze morgen op Vinted zetten. Dus ik ga vandaag even een accountje maken. Sorry, mijn kat is aan het spelen. Dit zijn nog to-do dingetjes die ik wil doen.
Vandaag en morgen. Want als het goed is mag ik dinsdag weer naar werk. Dus ja, mooie gelegenheid om dat vandaag en morgen nog even te fixen allemaal. Dus daar ga ik nu gewoon even mee beginnen. Want het is ondertussen... How late is it? 4:15. Dus ik ga straks ook nog langzaam aan beginnen met eten. Ik weet niet zo goed wat ik ga eten. Maar ik heb echt ontzettend veel opties. Dat is fijn. Dit zijn al mijn opties. Ja. Dus ik ga kijken waar ik zin in heb. En ook vooral wat gekookt moet worden. Wat gebruikt moet worden. Maar ik heb dus nog... En dan denk je, oh my god, vrouw, wat eet je dat veel? Ja, ik eet het letterlijk 1 keer per week. Maar pasta, boursin, oh, het is zo lekker. Probeer het. Ik heb dus nog een halve boursin liggen. En die moet wel echt op. Dus ik denk dat ik dat vanavond gewoon ga eten. En voor de rest... Heb ik echt nog genoeg keuze voor de aankomende week. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar goed, ik ga hiermee beginnen. Het is ondertussen maandag. Ik heb vanochtend een en het ander gedaan. Vooral schoongemaakt, opgeruimd. Dus dat was niet heel erg interessant. Ja, ik vind het altijd wel heel erg relaxed. Dat als ik weer aan de slag ga op werk. Dat mijn huis dan gewoon lekker schoon is. En dat ik daar door de week gewoon niet naar hoef om te kijken. Ik moet nog wel een paar dingen doen. Ik wil de koelkast weer even schoonmaken. Voorheen deed ik dat nooit zo vaak hoor. Maar... hij staat gewoon best wel vaak vol. Dus nu dacht ik, nou ja, weet je. Ik ga het gewoon weer schoonmaken. Het staat helemaal nergens op dit, maar goed. Ja, en verder zijn er nog wel een paar administratieve dingetjes die ik wil doen. Dus dat kan ik straks lekker op de bank doen. Want ik heb zo'n banktafeltje, als je snapt wat ik bedoel. Ik kan het zo even laten zien. Dus dat kan ik lekker op de bank doen. En ja, verder, mijn katten hebben weer echt een heel druk uurtje gehad. En ik merk nu wel dat ik echt denk, oh mijn god, ik ben zo blij als jullie lekker naar buiten kunnen. Want dan kunnen ze lekker hun energie kwijt. En oh, ze zijn zo erg gemaakt voor buiten. Dus ja, als dat beter weer is en wat warmer, dan mogen ze van mij echt gewoon zonder tuigje ook echt naar buiten. Maar ik wil ze ook aan het tuigje trainen, omdat ik ze mee wil nemen in de bus. Dus, en dan moeten ze wel vaak een tuigje om. Dus dat blijf ik doen, want dat is gewoon ontzettend belangrijk. Maar misschien dat ik dan straks nog eventjes met ze mee naar buiten ga. Of nou ja, dat ze met mij mee naar buiten gaan trouwens. Maar dat moet ik even zien. Ik ben heel blij dat ik morgen weer lekker aan de slag kan. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat weer allemaal gaat. Want we zijn wel gewoon normaal open. Het was zo snel gegaan. Ik heb het gewoon... Het was bizar. We kregen eerst een bericht dat ze dus open waren voor winkelafspraken, zeg maar. Toen dacht ik, nou oké, chill, dat is best wel goed geregeld. En letterlijk dezelfde dag nog hoorden we dat de hele winkel open ging. Ik heb er zelf een beetje mijn bedenkingen bij. Ik denk dat het nog best wel snel is, dat alles weer open wordt gegooid. Ik denk dat we gewoon weer over een paar maanden weer een strenge lockdown gaan krijgen. Maar goed, dat is hoe ik erover denk. Ik denk dat het gewoon niet zo heel verstandig is. Maar ja, ik ben vooralsnog heel blij dat ik mag werken. Ook veel zin in, zoals ik net al zei. En ik ga nu ja, even het aanrecht opruimen. Want dat is, ja, je ziet het niet heel goed, maar het is een beetje een bende. En daarna ga ik dan even de koelkast fixen. Dit is dat tafeltje die ik bedoel. Die kan ik dan net aan onder de bank schuiven. En dan kan ik heerlijk op mijn laptop zitten. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Alleen is die niet heel stevig, dus ja.
heb dus een tijdje geleden, ik koop heel af en toe zo'n Flow magazine. En daar zat dus een posterboek bij. Die kwam ik net tegen. En er zitten echt zulke mooie plaatjes bij. Dus ik denk dat ik er wat mee ga doen. I mean, dit zou ik dus gewoon echt kunnen zijn, hè. Maar dan gewoon met blond haar. Maar dus ik heb nou die, die en die. En ik ga even kijken wat ik ermee ga doen. Ik wil er wel echt wat mee doen. Ik weet ook eigenlijk niet of ik het in de woonkamer ga doen of in mijn slaapkamer. Ik moet even kijken. Ik heb hier een klein kalendertje gehangen. Die zat volgens mij of daarbij of bij een andere maand. Maar ik vind die foto's ook echt super mooi. En tot slot heb ik nu hier zo deze twee postertjes gehangen. Vond wel cute. Goedemorgen, het is dinsdag. Zoals je ziet is het nog donker en dat betekent dat ik naar werk ga eindelijk. Oh, ik ben zo blij. Dus ik moet werken van 8 tot 5 en dan ben ik daarna weer bij jullie terug. Doe je nou weer alleen? Nee. Jawel. Ja, verstop je maar achter die doos. En weer terug. Ik heb lekker gewerkt vandaag. Ik heb al van alles gedaan. Ik heb gegeten, opgeruimd, afwas gedaan, schoongemaakt, pyjama aangedaan, skincare gedaan. En het is pas 7 uur. Van alles gedaan. Ik merk echt gewoon dat ik meteen meer energie heb nu ik lekker weer mag werken. Dus ik ben er super blij mee. Weer even lekker in het ritme komen. Ja, ik merk dat dat me echt wel heel erg goed doet. Ja. Jullie raden het waarschijnlijk al. Ik heb niet zo heel veel plannen vanavond. Ik ga waarschijnlijk even beginnen editen van deze vlog. Ja, ik merk dat mijn katten echt ontzettend veel op het aanrecht springen. En ze mogen letterlijk alles van mij, behalve aan mijn planten zitten en op het aanrecht springen. Ik weet niet waar opeens deze obsessie vandaan komt. Want in het begin deden ze het helemaal niet. En ik snap ook wel, als je groter wordt, dan kan je meer. Dan kan je overal bij. Maar ja, ik moet ze gewoon de hele tijd corrigeren. En als ik natuurlijk niet thuis ben, dan zitten ze uiteraard op het aanrecht. Dat weet ik nou al. Dus ja, mocht iemand goede tips hebben, laat het me weten. Ik corrigeer ze gewoon rustig. Maar ja, ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ja, ik ga lekker editen en vroeg naar bed. Morgen weer om 8 uur werken. Same old, same old. Dus ik ga even lekker aan de slag. Okay, net hoefde ik niet zo heel erg te lachen, maar mijn fiets doet het weer niet. En ik heb dus nu het probleem dat mijn andere fiets nog bij de bushalte staat van de vorige keer. Ja, van de vorige keer nog, I know. Dat moest ik nog ophalen. Daar ben ik niet meer aan toegekomen. Ik krijg hem gewoon echt niet aan de praat. Mijn batterij, zeg maar de batterij van mijn fiets. Ik ga maar lopen. Naar werk, denk ik. Ik denk dat ik er een uur over doe. Maar ik kan niks anders. Dus ik ga lopen. Het is ondertussen zaterdag. Ja, ik kom eigenlijk net een soort van uit de douche. Ik heb eyeliner op mijn oog en lippenstift op mijn lippen. Dat gebeurt bijna niet. Maar dat komt omdat ik dit weekend mijn verjaardag ga vieren. Ik ben maandag jarig. Ik word 26. Ik zei vroeger altijd boven de 25. Dan ga je naar de 30. Dat is echt, dat is heftig. Maar het voelt gewoon hetzelfde.
Dus ja, mijn ouders, broer en schoonzus zijn hier onderweg naartoe. En ja, we gaan er gewoon een relaxed dagje van maken. We hebben niet echt veel op de planning staan, want er valt ook niet heel veel te doen. Maar ja, we gaan gewoon gezellig lunchen. En ik ga vanavond lekker verse risotto maken met verse pesto. Ja, en verder, ik denk dat mijn vader ook gewoon lekker gaat klussen. Ik wil niet dat iedereen de hele dag statisch op de bank gaat zitten, maar gewoon lekker hun ding gaat doen. Dus dat gaan we zeker doen vandaag. En verder, ja, morgen komen twee vriendinnen en de vriend van een vriendin komen hier naartoe. Heb ik ook onwijs veel zin in. En op mijn verjaardag zelf heb ik eigenlijk helemaal niks in de planning. En ik vind het eigenlijk prima. ja, het wordt wel mooi weer. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik denk dat we waarschijnlijk weer wat in de tuin gaan doen. En dat is ook één van de dingen dat ik het liefst doe op dit moment. So, I'm very happy. Ja, misschien hebben jullie wel gemerkt dat de vlog van deze week wat anders is verlopen dan normaal. Dat kwam omdat ik afgelopen maandag natuurlijk nog in quarantaine zat. En ik moest toen 24 uur klachtvrij zijn. Dat was ik uiteindelijk en toen mocht ik dinsdag weer werken. Maar ik wilde gewoon heel graag mijn 4 dagen maken deze week. Dus ik heb gisteren nog gewerkt op mijn vrije dag. Dus ik heb niet heel veel kunnen filmen. En daarbij zat ik er niet heel erg lekker in deze week. Ja, en dat is ook oké. En ik heb dat gewoon geaccepteerd. En ben veel gaan slapen. En ik heb erover gepraat met vrienden. En ja, gewoon lief voor mezelf geweest. En daarom had ik gewoon niet echt de behoefte om steeds de camera erbij te pakken. Dus ik heb gewoon hier en daar wat gefilmd. En het gaat gewoon goed met me hoor. Ik heb vannacht lekker lang geslapen. En vanochtend lekker rustig aangedaan. En ja, soms heb je dat gewoon. Soms heb je gewoon zo'n week. En dat was er eentje van deze week. Maar goed, we gaan er gewoon een heel leuk weekend van maken. En dat ga ik filmen voor volgende week. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Laat vooral weten wat je wil zien in mijn vlog. Of dat je tips hebt. Ik heb ja, het idee, het plan om 3 andere video's te maken dan mijn standaard weekvlogs. Maar daar moet ik even goed over nadenken hoe ik dat allemaal in elkaar ga zetten. Maar laat vooral ook weten wat jullie willen zien. Dat wil ik echt het liefst doen. Of nou ja, erover nadenken. En daarna kijken of ik het ga filmen. Dus ja, laat een duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Dat zorgt er echt voor dat mijn kanaal groeit. En ik zie jullie volgende week zondag. Doei!